Like de video met beide wenkbrauwen omhoog. Ik daag je uit. Er zou een manier zijn in Brookhaven om te kunnen vliegen. Niet als een vogel, zonder vleugels. En het zou te maken hebben met het ziekenhuis in Brookhaven. Ik ben hier al een aantal keer geweest. En we zijn op zoek naar een raar soort slime. En ik heb het denk ik gevonden. Oké, alles wat ik nu zou moeten doen is het slime aanraken. Oeh, wat gebeurde er met mijn beeld? Oké, ik ga snel terug naar de spawn. Om eerlijk te zijn, ik voel me eigenlijk best wel hetzelfde. Misschien als ik in de lucht spring, dat ik... Wow. Wow, wat gebeurt er? Het is alsof ik op een onzichtbare trampoline sta. Oh my gosh, ik vlieg. In Brookhaven. Oké, dat is echt super gaaf. Op deze manier heb ik geen auto, geen fiets en geen vliegtuig meer nodig. Oh, wauw. Dus wacht even, als ik nou super hoog in de lucht vlieg, dan heb ik een prachtig uitzicht over heel Brookhaven. Normaal gesproken, hier bovenop het politiebureau kun je een helikopter spannen, maar ik heb helemaal geen helikopter nodig. Maar wacht even, nu ik letterlijk kan vliegen, kan ik op plekken komen waar je normaal niet heen kan. Ik vlieg letterlijk Brookhaven uit, ik verlaat de stad en ik ga over de muur van de map. Spel? Roblox, wat gebeurt er met je? Oké, volgens mij is de maker van het spel hierop voorbereid. Dus ik kan hier letterlijk niet doorheen. Stel voor jij zou één superkracht in Brookhaven kunnen hebben. Teleporteren, vliegen, onzichtbaar zijn, laserogen, groter of kleiner worden wanneer je wil. Wat zou je kiezen? Ik moet zeggen, dit is misschien wel de superkracht waarvoor ik zou gaan. Lekker vliegen. Je kunt letterlijk binnen een aantal seconden de hoogste berg in Brookhaven bereiken. Maar het voelt een beetje alsof ik vals speel, dus ik stop ermee. Brookhaven is best wel veranderd door de tijd heen. En ik ben benieuwd, hoe zag Brookhaven er op dag 1? Uit. We gaan het checken. Geloof het of niet, maar dit is Brookhaven vroeger. Oké, de supermarkt. Het ziet er best wel hetzelfde uit. Dan hebben we hier... Wow! Het restaurant is wel anders. Het is een soort van fastfood restaurant. Het lijkt wel op een McDonald's. Oké, wacht even. Kunnen we de keuken checken? Dude, dat is zo gaaf. Is dit nou gewoon een bal van sla? We hebben hier een hamburger. En ik kan hier dus gewoon werken. Nou, hier hebben we een soort van plek waar je een interview kunt doen. Maar nu ben ik extra benieuwd. Wat is er nog meer? De autowinkel. Die zit normaal gesproken niet hier, toch? Hier hebben we de kledingwinkel. Die is best wel hetzelfde gebleven. De Brookhaven. Een bank? Ik weet niet waarom, maar het is gewoon allemaal net even iets anders. Hé, de kluis! Nee, ik ga de bank niet overvallen. De fontein is hetzelfde. Het zwembad bij de spawn is ook redelijk hetzelfde. Hier hebben we de hotels, de Brookhaven school en dan hebben we hier de brandweer. En wacht even, de ingang zit wel aan een andere kant. En wauw, er is hier een brandweerauto die gerepareerd wordt, denk ik. Ik heb geen verstand van auto's. Om heel eerlijk te zijn, oh, dat ziet er anders uit. Het is redelijk hetzelfde gebleven. Hier kun je een verjaardagsfeestje houden. Er zijn gewoon een aantal hele kleine aanpassing. Zoals bijvoorbeeld deze mega soort van tunnel. Is dit een tunnel? Is dit een garage? Wat is dit? Laten we kijken waar het op uitloopt. Ik ben een beetje zenuwachtig. Oh, en dan zijn we gewoon weer hier. Alleen dit gebouw, dat heb ik nog nooit gezien. Wat is dit? Wow. Volgens mij is dit een soort van de geheime dienst of zo. Allemaal geheime documenten. Dit hebben ze weggehaald uit Roblox. Tenminste, in de Brookhaven van nu heb ik dit nooit gezien. En hier mag je niet naartoe. Maar ik doe het lekker wel. Maar er moet toch een echte reden zijn waarom Brookhaven is veranderd en waarom het er niet meer uitziet zoals... Wat hoorde ik nou? Zoals toen. Wow, wacht even. Ik ga snel naar buiten. Oh my gosh. Wat is er met de lucht gebeurd? We hebben hier een soort van fiets. Oh, ik heb de fiets om laten vallen. Oké, wacht even. Dit is best wel... Wat is dat daar? Dude, Brookhaven wordt overgenomen door aliens. Of door taco's. Nee, Bob. Dan eet je ze toch gewoon. Oké, wacht even. Er is hier iets gaande. We hebben hier een meisje. Hallo? En ze is weer weg. Dan hebben we hier een soort van koekjespersoon met een cape. Hij zegt hallo. Wat is er met Brookhaven aan de hand, vraag ik. Stranger Things. Wacht even. Stranger Things is een serie, toch? Oké, ze lopen allebei met mij mee. Jongens, luister. We moeten erachter komen wat hier speelt. Ik bedoel, de lucht is rood. Wat staat daar? Jongens, wacht even. Er staat daar iemand in de verte. Kijk. Ik zeg, wie is dat daar? Oh my gosh. Wacht even, jongens. Ik weet niet of we wel verder moeten lopen. Oké, weet je, ik kijk wel even. Misschien kunnen we hem de weg vragen. Wacht eens even. Wie ben jij? Oh, jongens, ren. Ren weg. Oh, dude. Brookhaven wordt overgenomen door aliens. Oké, waarschijnlijk is... Iedereen wordt ingemaakt. Waarschijnlijk is dit de reden waarom Brookhaven is veranderd. En bepaalde dingen zijn weggehaald. Oké, kom. We moeten wegwezen. Ik zeg, zie jij die monsters? Ren weg. Die jongen zegt ren. Ik zeg, we moeten ons verstoppen. Oké, kom jongens. We moeten ons verstoppen. Een goede Wat is dat daar? Oké, ik heb een zaklamp bij me. En alle spelers lopen met mij mee. We hebben daar het vliegtuig. Ik ben alleen geen piloot. Dus ik kan niet vluchten. Laten we kijken of we hier naar binnen kunnen. We kunnen er in ieder geval onder gaan staan. Vluchten heeft geen zin. Als we Brookhaven willen redden, moeten we het opnemen tegen het monster. Oké, ik heb een zaklamp bij me. Misschien dat hij niet tegen licht kan. Oh nee. Oh nee. Oh.
doet. Ik ben er klaar mee. Oh my gosh. Wat is hier aan de hand? We hebben hier een helikopter waar een speler in zit. De lucht is roze. Oh my gosh. Er is letterlijk een zombie-apocalypse uitgebroken. En ik dacht dat één monster erg was. Oké, wacht even. Ik heb hier een vliegend tapijt. Kijk, dat is perfect. Nu kan ik door Brookhaven heen vliegen. Wacht eens even. Is dat Piggy? Brookhaven is van mij. Nee, Piggy. Brookhaven is niet van jou. Oh my gosh. Ik ga er snel omheen. Ik heb geen idee wat er gebeurt. Het lijkt wel alsof ik in een rare droom zit. Oké, de Brookhaven bank. Wacht eens even. Nog een Piggy. Een draaimolen? Oké, volgens mij snap ik het al. Dit is wat er zou gebeuren als Piggy de baas is in Brookhaven. Hoi. Oké, wacht. Er zit hier een meisje binnen. Dat is best wel slim. Piggy heeft honger. Oh, zeg dat nou niet. Ik vraag aan dit meisje, zie jij Piggy? Ze zegt ja. Oh, ik ben dus niet de enige. Maar hoe zit het met al deze zombies? En sinds wanneer kan je haar kiezen in Brookhaven? En dan hebben we daar ineens een random springkasteel. Jij bent hier niet welkom. Hé, dat is gemeen. Nou ja, ik ga daar lekker toch inspringen. Wow. Dit is het beste springkasteel ever. Dan hebben we hier nog een kleine... Oh, dude, ik schrok van Piggy daar. Een kleine trampoline. Om heel eerlijk te zijn, nu ik al deze rare Brookhaven games speel, ben ik eigenlijk wel blij met hoe het spel er nu uitziet. Wat gebeurt er eigenlijk als ik tegen Piggy aanloop? Oké. Ja, ik ben klaar met dit spel. Kan het nog erger? Nou, dat kun je beter nooit vragen. Want meestal is het antwoord dan ja. Oh, ik ben een patatje. Stel voor jij bent je lievelingseten voor één dag. Wat voor eten ben je dan? Maar wacht even, waar ben ik? En waarom sneeuwt het hier? Oké, wacht, ik ga even naar beneden toe. Volgens mij... No way. We hebben hier de engste meisjes in heel Roblox. We gaan ze even af. We hebben Jenna, die kennen we inmiddels. De Red Dress Girl. We hebben Wednesday. Oké. Dan hebben we Elsa en we hebben Boxy Boo. Oh my gosh. Oké, als ik er eentje zou moeten vrijlaten, dan ga ik denk ik voor Jenna. Die ken ik namelijk het langste. En volgens mij heb ik haar al vaak genoeg verslagen. Alleen vandaag is niet die dag. Oké, weet je wat? Ik heb een idee. Ik neem deze cape met mij mee, want deze maakt mij onzichtbaar. Dus als het goed is, kan ik nu naar beneden zonder dat iemand mij ziet. Oh my gosh, Jenna, serieus? Jij hebt de beste ogen ooit. Oké, plan B. Ik pak deze ballon erbij. Hiermee kan ik namelijk in de lucht vliegen. En dat is niet het enige. Ik zie hier letterlijk een potion. En als ik deze haal, dan kan ik als het goed is mezelf in een andere speler veranderen. De vraag is alleen, werkt dat ook bij Jenna? Oké, ik ga het proberen. Snel. Het werkt niet bij Jenna. 200 Robux weg. Oké, mijn laatste plan is dit. Het sterkste zwaard in het spel. Alleen als ik elke kooi open, mag ik weer terug naar Brookhaven. Dus ik ga voor zwaarder geschut. Oké, daar gaan we. Oké, ik ga de tweede kooi openen. Oh, nee. Oh. Jenna is zo snel. Oké, ik ga de tweede kooi openen en dat is nu. Oké, snel. Nee. Maar kan ik ze inmaken met dit zwaard? Nee. Maar we hebben hier nog een cape. En met deze kan ik superhoog springen. Oké, ik ga Wednesday uit de kooi laten. Oh, nee. Ah, come on. Nog twee te gaan. Weet je wat? Ik ga voor het gouden tapijt. Oké, daar gaan we. Elsa uit de kooi. Boxy Boo uit de kooi. En ze zitten nu allemaal achter mij aan. Oh, nee. Ja, ik had dat kunnen verwachten. Abonneer voor meer en adios.